President Santoki heeft meer tijd toegekend voor onderhandelingen over verhoogde energietarieven. Tijdens een vergadering op 22 mei bespraken de regering en vakbonden hun standpunten. Er is deels overeenstemming, maar meningsverschillen blijven. Vooral over de aansluitbijdrage aan thermische prijs. De regering wil subsidies afbouwen en de tarieven hervormen. De gesprekken gaan verder op technisch niveau, geleid door de president, tot een oplossing is bereikt. Bij het Korps Politie Suriname, KPS, is op 21 mei een OSINT training gestart met meer dan 20 deelnemers en verzorgd door de Nederlandse politie. OSINT staat voor Open Source Intelligence, het legaal verzamelen van data en informatie uit open en publiek beschikbare bronnen. Korpschef Brian Isaacs benadrukte dat het KPS investeert in human capital om hun informatiepositie te versterken. Ook aanwezig bij de training waren Human Resource Manager, commissaris Maureen Palmtak en hoofd van de politieacademie, hoofdinspecteur Jimmy Kanhai. Leden van de Jeugdraad Suriname hielden 18 mei presentaties in verschillende districten om jongeren bewust te maken van de impact van klimaatverandering op gezondheid. Dit project is onderdeel van het Caribbean Climate Change and Health Leaders Program van het ministerie van Volksgezondheid. Directeur Jeugdzaken Jinti Mangru en directeur Volksgezondheid Gayada Shuko prezen de inzet en presentaties van de jongeren. Projectleider Roshni Janjan benadrukte het belang van samenwerking onder jongeren om klimaatuitdagingen aan te pakken.